Het is een dikke bende hier in de tuin. Die komt mij helpen de tuin opknappen. Ja, graag. De moestuin mag weg. Dan wil ik dicht hebben. Dan wil ik tegels hebben. Goed zo, meisje. Groot kind, hè? Het water, dat spiegelt. Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer woensdag 22 januari. En hoe laat leven we? Dat weet ik niet. 10:45, kwart voor 11. En Rebecca, die komt zo weer. We gaan eventjes de poort open doen. Ga je mee, Rijke? Hallo, ga je mee? Oh ja, ik moet wel de deur voor slot afhalen. Hè? Ja, anders kunnen we er nog niet uit. Dan moet ik. Eentje erin. Nee, toch niet? Kom je? Kom maar. Ja. Het is een dikke bende hier in de tuin. Wie komt mij helpen de tuin opknappen? Ja, graag. De moestuin mag weg. Dan wil ik dicht hebben. Dan wil ik tegels hebben. Die aardbeientoren, nou ja, die kan opgeknapt worden, die mag je hebben. Het is een aardbeienkweektoren, dat kun je op, zoals wanneer je klein bewoond bent, op je balkon zetten, zitten wieltjes onder. En ik denk, ja, hij ziet er nou niet uit. Nou ja, we maken hem schoon en alles, dus ik kan hem zo hebben. Maar oké, okay, ja, we gaan weer naar binnen, want ik vind het niet bepaald warm. Kijk, en dat heeft Rijka gedaan, hè, die modder. Heeft ze dat bij de plantenbak weggeschopt. Ja, dat moet er weggeveegd worden. Maar ja, oké. Okay. Komt ook wel. Die is echt gek. Terwijl ze er net boven op bed, tenminste een dik uur geleden, anderhalf uur, toen had ze braakneigingen en terwijl dat ze onder de andere dekbed lag. Ja, maar ik wil niet in mijn bed hebben, dus ik heb hem moeten zoeken, want ze lag aan de andere kant van mijn, het is eigenlijk een voedingscursus. Mijn man die had hem al eens een keer gekocht, omdat hij zijn knieën dat deed zeer door die spierziekte. Maar tegenwoordig is, schijnt het ook gezond te wezen om een kussen tussen je benen te doen, hè. Dus, dat heb ik nou vaak tussen mijn benen. En dan was je lekker, dan kun je beter slapen. Wat minder pijn. Maar ze lag aan de andere kant van die aankleedkussen. Nou ja, zoek hem maar. Ja, en dat onder het dekbed. Ik moet even mijn stoel losmaken. Want die zit ook aan de stroom. Zo. En dan kunnen we erbij gaan zitten. Huppata. Zo. Kan ik die ook opruimen? Ja toch? Ja. Stelletje mafioze. Ja. Ik wil wel eens weten van Facebook. Nee, van YouTube. Ik heb wel een blauw zinnetje als ik een video geüpload heb. Ja, dan moet ik het lezen. Oh. Ik kom vandaag terug. Misschien straks wel even. Even een moment, even wegduiken. Even een snoertje ophangen. We zoeken het gelijk even die snoot op. Ja. En dan komt het zonnetje. En dan gaan we daar last van krijgen. Dat is niet leuk. Nee, zo. Dan moet een grote ding hier weer. Dan gaan we gelijk dus even opzoeken. Oh, je wordt een herrie erbuiten. Ik moet even zien waar mijn lampje aan. Zo, het ziet er niet zo wat.
Zo. Zo dan. Zwaar geschud. Werk in uitvoering, waar weet ik niet. Nou, ik heb het zo gevonden hoor. Ik moet gewoon even weer naartoe. En dan daar naartoe. Ik heb koud. Ik was vergeten de kachel vanochtend vroeg aan te doen. Ja, vandaag komt er een filmpje online. Vanmiddag om 14:30. Het bevat auteursrechtelijke beschermde content. Er staat geen muziek onder wat niet mag of wat dan ook. Dus, mafkezen. Ik gebruik allemaal spul van hunzelf. Dus dat doen ze moeilijk. Ze kunnen soms zo moeilijk doen. En dan moet ik vandaag weer renderen. Ja, red of groot. Grijp ding achterlangs. Nou ja, ze zijn gewoon hartstikke gek. Ja, toch? Ja, vind ik van wel. Ze moeten me normaal doen hoor. Ja. Ik kan dat. Ja. Ik zal die even aan Rijka geven. Moet jij die hebben? Moet jij die hebben? Hallo? Ja, dat grote ding, hè, hier te rijden. Wat moet dat grote ding hier? Hè? Maar ja, laat maar gaan, zei die banaan. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, wees ook weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ja. Nou ja, wat ik al zei, ik zit op Rebecca te wachten. En ik ga zo meteen koffie klaarmaken en de diertjes verzorgen en mezelf verzorgen. En ik ga vandaag daarvoor zorgen dat dat weer opgeruimd komt en schoon komt en gedaan wordt. En jij moet niet zitten te pulken, meneertje Kandalf. Ook net voor nodig. Ja, hé. Hey. Laat mijn hondje erin staan. Zo. Ja. Hé? Oh, die heeft ook alweer aardig versleten. Hé, wat is het dan? Oh ja, hè. Oh ja, hè. Dat vind je zo lekker, hè. Hier, pakt hij mijn hand weer. Wat is het dan? Hé, wat is het dan? Oh, wat is het dan? Ja, moet je weer haaien. Oh, 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 oh. Ja, man. Je hebt een natte staart. Waar ben je geweest? Maar je legt ook plassen op straat. Dat heeft ook geregend, hè? Ja. Maar oké, net wat ik zei, lieve vrienden. Gaan jullie je gang? Ga ik ook mijn gang? Ik ga lekker... Ja, ik ga bezig. Ja, ik ga bezig. Ze zeggen, genieten, doei. Ja, lieve vrienden. Rebecca die is natuurlijk al lang alweer weg. En ik sta er maar een stukje erop, zie ik. Die moet even dichterbij. Nee, die moet af. Zo. Rebecca is natuurlijk al lang alweer weg. Die is weer naar huis. En mijn huisje is weer lekker schoon. Ze heeft lekker aan het poetsen geweest. Vrijdag gaat ze dweilen. Of ik ook ander spul had om te dweilen. Ik zeg, wat bedoel je? Ja, ze zegt van die ene, ze zegt die driehoeken. Ik niet wist wat ze bedoelde. Ze pakte ze het. En dat was dan deze fles. Waar jij staat. Dan ga je daar staan. Op kort. Topfilon. Deze fles. Maar dat is dus vloeibare zeep. En daar word je vloer vet van. Om het gewoon schoon te maken, de gewone spullen, dan is het goed spul, maar niet om de vloer te dweilen. Nou, ik zie je wel. Ik zet dat zo.
doen? Citroenella. Nou, en daar gaat ze dus lekker mee dweilen. Nou ja, ook weer goed toch? Ja. Dus dat komt wel goed dan. Nou, dat zal ze nog vrijdag doen. Ik moet zo meteen nog even op de booster de stad in. Zonder die dame daar. Die daar op de bank hangt. Jullie weten wel wie ik bedoel. Ik heb net even uitgeprobeerd. Ik ben naar boven gegaan. Ze heeft geen kick gegeven. Ik ben een tijdje boven geweest. Geen kick gegeven. Dus ik ben beneden gekomen en ik heb er een snoepje gegeven. Maar dan ben ik benieuwd als ik straks echt weg ben. Als het alweer begint. En ze ligt nou lekker op de bank. Lui te wezen. Kopje wel omhoog. Een beetje rond te kijken. Maar ze is ook niet helemaal in orde. Ze heeft last van de maagje. Een beetje verstreken of zo. Ik weet het niet. Ze heeft af en toe van die overgeven neigingen. Hé, meisje lief. Oh, ze ligt er zo lekker. Hé, ja nou. Ze is een grote meid. Maar dat komt ook wel goed. Ik moet gewoon, moet ik naar Big Bazaar. En als het een beetje de temperaturen weer eens een keer wat fatsoenlijker worden voor mij, dat ik buiten ook wat kan doen. Dan kan ik buiten ook weer eens bezig. En ik moet in de schuur zoeken naar haken voor in de muur. Tenminste, haken, ogen eigenlijk. Ik moet ogen hebben. Ja. En dan moet mijn broertje maar even lief aankijken of die wil boren. Ja. Ik heb alles is aanwezig aan gereedschap. Ik durf het niet meer. Vroeger deed ik het allemaal zelf, ook boren en lampen ophangen en dit doen en dat doen, maar ik durf dat niet meer. Nee. Ik vind het allemaal maar nou eng. Ook omdat je niet safe op je benen staat en niet altijd kracht in je rechterarm hebt. Dus ja, dan laat ik het liever even doen door een ander, dan dat ik zelf ga zitten te hangen, terwijl het dan mis kan gaan. Dus ja, maar ook dat komt wel goed. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder. Het is hier grijs, grauw, triest, koud. Het is ook berenkoud. Ik heb nog geen ijsbieren gezien met een jas aan. Nee, die lopen hier niet rond. Waar ze wel zijn, weet ik ook niet. Nee. Maar ik ga eerst nog even lekker een bakje koffie nemen. Daar ga ik even van genieten. Renderen doe ik later. Ik ga eerst even de kou in zometeen. Ik zou zeggen, tot dan! Ja, lieve vrienden. Ik ga eerst met Rijka maar wandelen. Ja, die wil eruit. Ik heb in plaats dat ik eerst weg ben gegaan, heb ik eerst een film in de videopad gezet. Die gaat ook mee. Die doe ik even in mijn vestzak. Zo. Lopen naar mijn bureau. Ik heb mijn jas en alles al klaar neergezet. Ik neem jullie ook eventjes gezellig mee. Kijk of dat wil hier ook. Wil dat? Lopen Nando? Nee, nou ja. Een beetje. Ja, zo gaat het al heel even toch? Ja hoor. Dan kan ik me in ieder geval even klaarmaken. Want ja, het is koud, is er gezegd vanochtend door Rebecca. Dus ja, dan kleed ik me wel even heel goed aan. Speld eruit. Daar neerleggen. Want het is mij anders te koud, weten jullie. Ik wil niet weer ziek worden. Ik ben nou beter. Ja, oké. Op de dingetjes na die ik altijd heb. Daar kan ik ook niks aan doen. Zo zit ik nou helemaal in elkaar. Ja, mijn hoed gaat er ook op. Ja, echt wel. Hup. En ik heb geen oorbellen in. De reden is dat er een paar gaatjes eigenlijk wat zeer doen. En waardoor, ik weet het niet. Vroeger, ik kon tegen alles, maar tegenwoordig kan ik er niet meer tegen. Die moet er even af, die heb ik nou niet nodig. Oh,
valt mijn motorsleuteltje. Ja, ik had gisteren lichtstrips toch gekocht. Nou, dat voldeed best. Ja, je wordt tenminste gezien. Mijn sleuteltje van de hoest, dat mag niet weg. Zo. Gaan we die even omdoen. Zo. En dan gaan we lopen, een meisje. Ja. Ja. Nee, het is niet bepaald warm te noemen. Ja, we gaan zo lopen, hè. Ja. Nou ja, dan doe ik eerst zelf dat geval weer op. Eerst zien welke mijn riem is. Dat is die. Die grijze. Hup, achter mijn luis. Zo. Mijn rollator pakken. En mijn stok weer hebben. En ik zei dus, jullie gaan gezellig mee. En dan kan ik jullie af en toe pakken. Doe jullie nu uit. Tot zo. Ik met mijn rollator. Maar madame, die mag ook graag een beetje trekken. Hé, Reka? Goed zo, meisje. Goed kind, hè? Het water, dat spiegelt gewoon. Heerlijk. Mooi gezicht. Ja, een heel mooi gezicht. En toen kwam er een auto aan. En dan moet de dame een poepje doen. Nou, ik weet niet waar die auto heen moet. Ai, oh, die gaat daarop parkeren. Ik ben blij. Nou, die auto mag lekker niet hier al in. Nee. La 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 la. Is een ba. Is een ba, ba, ba. Ja, en ik zag vannacht, maar dat is veel verder weg, maar de liefjes in het gras. Hier heb ik nog niks gezien. Ja, ze moeten dat eigenlijk allemaal opruimen. Maar ja, ik doe het ook niet hoor. Mits de politie me ziet, want ik heb al zakjes bij me. Hallo dame. Hé, meisje. Reka. 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 Ja, dat is nog een hond. Hé, er is nog een hond. Komt een auto aan. Achteruit. Daar. Nee, die hond ga ik niet vloggen, want ik weet niet of dat van die meneer mag. Dus dat doen we niet. Nou, kom. Nee, Reka. 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 Komt weer een auto aan. Gaat goed hier. En nog één.
Even terug. Waar ben je? Nog één. Sjoe, muskie. Nee! Je pet staat niet goed. Kom eens hier. Nou, dan gaan we maar weer verder. Kom, Rijke. Oh, onkruid vergaat niet, hè? Ja, ik ben aan het vloggen. Ik ben aan het vloggen. Ik heb me volg op YouTube. Waar ben je nou? In het gras. Zie je allemaal? Hè? Het vrouwtje sluit zo meteen weer even af en dan kunnen we straks weer verder koekeloeren. Ja. Toch dat ik maar de liefjes weer zie. Ja, die zijn hier nog niet.